praat. Ja, ik ben daar zelf ook verrukt van. Wie heeft dat geschreven? Ene Johann Sebastian Bach. Bach? Toch niet die organist aan het Hof te Weimar? Ja, die is het. Ja, maar die is niet alleen organist. Hij is er ook concertmeester. Ik heb hem tijdens het huwelijk van prins Ernst in Weimar voor het eerst ontmoet. De man is werkelijk een fenomeen. Hij is een titaan op het orgel. En daarnaast heb ik een cantate van hem gehoord voor sopraan, koor en orkest. Zo mooi. Ik kon mijn ontroering nauwelijks te baas. En daarnaast schudt hij ook nog orkestmuziek uit zijn mouw, zoals wij zo even gespeeld hebben. Wat zou ik die man graag hier hebben? Hebt u hem in Weimar gesproken, heer Graaf? Jazeker, hij heeft me die partituur persoonlijk gegeven. Met permissie, heer Graaf. Heeft u niets gemerkt van een controverse in Weimar? Een controverse in Weimar? Daar weet ik niets van, waar Bach bij betrokken is. Aha. Ik heb daar in elk geval niets van gemerkt. De zaak sleept al jaren. In de eerste plaats werd hij betrokken bij een grote oneenigheid tussen prins Ernst en hertog Wilhelm, waarbij hij min of meer partij trok voor de prins. En dat werd hem door de hertog niet in dank afgenomen. En waarschijnlijk daardoor werd Bach gepasseerd toen door het overlijden van de kapelmeester Drezen diens functie vrijkwam. In plaats van Bach werd de zoon van Drezen tot kapelmeester benoemd. Een zeer middelmatig muzikus. Bach voelde zich in hoge mate gekrenkt. Tja, dat is interessant. Dus het is niet onmogelijk dat Bach een benoeming aan ons hof tot kapelmeester zou aanvaarden. Dat lijkt mij alleszins mogelijk, heer Graaf Leopold. Soli Deo Gloria, een hoorspelserie over het leven en werken van Johann Sebastian Bach, ter herdenking van zijn 300ste geboortejaar. Vandaag hoort u het vierde deel, Erbarme dich. De huisvesting? We gaan wonen in het paleis. Met ons hele gezin? Ja, natuurlijk. We krijgen ruimschoots kamers toegewezen die wij voor ons gezinnetje nodig hebben. Oh, Bastiaan. Kapelmeester aan het Hof van Anhalt-Köthen. Oh, het klinkt geweldig. Dat is het ook. Het is een zeer aantrekkelijk aanbod. Maar er kleven voor mij toch nog belangrijke nadelen aan. Wat voor nadelen? Weet je, het is zo jammer dat er hier in Weimar zoveel problemen zijn gerezen. In Mühlhausen kon ik niet aarden. Daar werd ik gemangeld tussen verschillende godsdienstige groeperingen die mij het werken bijna onmogelijk maakten. Hoe aardig die mensen daar overigens ook voor mij waren. Maar hier in Weimar leek alles ideaal. Ik kan me hier als componist van kerkmuziek laten gelden. Ik word in de gelegenheid gesteld studiereizen te maken. Ten aanzien van aardse goederen hebben wij geen enkele zorg. Dat weet ik toch, mijn jongen. Maar dat is toch geen antwoord op mijn vraag. Ik vroeg je naar de nadelen die verbonden zijn aan je aanstelling in Köthen. In de eerste plaats voel ik mij kerkmuzikus. Ik heb mij altijd willen inzetten voor het verhogen van de kerkmuziek. Voor een gereguleerde kerkmuziek, ter ere Gods. Ik heb dit altijd gevoeld als een missie die mij is opgedragen. Dat is nu het punt. Er is in Köthen naar genoeg geen plaats voor kerkmuziek. Daarom betreur ik het dat het hier zo gelopen is. Wat echter niet wegneemt dat ik het aanbod van graaf Leopold van Anhalt-Köthen met beide handen aanneem, Barbara. Want eerlijk gezegd kan ik dat eigenwijze, arrogante gezicht van hertog Wilhelm hier niet meer zien. Zal hij je ontslag aanvaarden? Dat weet ik niet. Maar ik zet door, tot het uiterste. Ik laat niet met hem spelen. Ja, ja, heer Bach, ik leer u zo langzamerhand kennen. U schijnt er behagen in te stellen met degene die boven u gesteld zijn een loopje te nemen. Ik ben met permissie eerder van mening dat u het bent, heer Graaf,
die in deze kwestie niet geheel vrij uitgaat. U durft veel te zeggen, heer Bach. Maar ik verzeker u dat ik mij door u niet zo zal laten ringeloren als uw vorige werkgevers zich hebben laten welgevallen. Ik weet niet waar u nu op zinspeelt, heer Graaf. Maar één ding kan ik u verzekeren. Ik ben muzikant. Ik ben geen intrigant. Ik heb uw antecedenten nog eens nagetrokken. Bij uw eerste werkgever in Arnstad is het al begonnen. U komt uw afspraken niet na en als u daarvoor wordt berispt, zeer terecht berispt, gaat u achter een rug solliciteren, dan pleegt u contractbreuk. In Mühlhausen, waar u in genade wordt aangenomen, laat u weldoeners al binnen een jaar in de steek en ook hier probeert u van twee wallen te eten. Maar toevallig hebt u nu een kwade getroffen. Het vertekende beeld dat u nu schetst van mijn verleden, heer Graaf, is voor mij een bewijs te meer dat u tegenover mij niet ter goede trouw bent. In Mühlhausen heeft zich geen enkel conflict voorgedaan. Het kerkbestuur al daar en ik zijn als vrienden uiteengegaan. Men heeft mij onlangs nog verzocht het gerestaureerde orgel te toetsen en mij bij die gelegenheid een opdracht gegeven tot het schrijven van een kantate. En wat het stadsbestuur in Arnstad betreft, ook daar tierde de willekeur hoogtij. En dat is iets waarbij ik mij niet kan neerleggen. Ik heb zelden een ondankbaarder mens ontmoet dan u. En ik zie niet in waarom u zich ten opzichte van mijn houding tegenover u hebt te beklagen. In deze ben ik een totaal andere mening toegedaan, heer Graaf. U laat geen gelegenheid voorbij gaan om mij te kleineren. Dat heb ik van mijn leven. Wat matigt u zich aan om mijn gedrag te bekritiseren? Wie was de aangewezen persoon om de oude kapelmeester Drees al hier na diens overlijden op te volgen? Al jaren had ik in wezen zijn werk overgenomen. Maar u schuift mij opzij. En u benoemt in mijn plaats een muzikale dilettant. En waarom? Uitsluitend omdat ik nog muzikale contacten onderhoud met familieleden waarmee ik verbied u zich te mengen in mijn familieaangelegenheden. Wie denkt u eigenlijk wat dat u bent? U bent mijn onderdaan. U hebt mij te gehoorzamen. Ik ben uw hoforganist. Ik ben niet uw lijfeigene. Eén deze dagen kunt u mijn schriftelijke ontslag aanvragen tegemoet zien. Ik moet u dit ten stelligste afraden, heer hoforganist. Ik beschik over machtsmiddelen u van uw voornemen af te laten zien. Uw onderdanige dienaar. Dat zul je weten, heer Bach. Dat zul je weten. Open de deur, ogenblikkelijk. Wie bent u? U bent mevrouw Bach. Jawel. Is uw echtgenoot thuis? Jawel. Laat hem hier komen, ogenblikkelijk. Sebastian. Sebastian, er is een officier die wil u spreken. Ik kom. Wat kan ik voor u doen? U bent concertmeester Johann Sebastian Bach? Jawel. Dan bent u in Nanderwet en in opdracht van hertog Wilhelm Ernst van Sachsen-Weimar gearresteerd. Wilt u me maar volgen? Maar dat is toch ongehoord? Dat kan toch niet? Er valt hier niets te maken, mevrouw. Mannen, voer deze man af! Maak je geen zorgen, Barbara. Alles komt goed, geloof mij. Geloof mij. Ik sta ter uw beschikking, heer officier. Bezoek voor arrestant Bach. Komt u maar mee, mevrouwtje. Zo, gaat uw gang. Bastiaan. Stil maar, mijn liefste. Rustig nu maar. Het komt allemaal heus wel in orde. Maar het duurt zo lang. Kun je hier toch een beetje aarden? Och, dat valt wel mee. Ik krijg voldoende te eten.
men laat me hier mijn gang gaan en ik heb afleiding met het voltooien van mijn orgelboekje voor de kinderen. Hoe gaat het met ze? Heel goed, Bastiaan. Maar ze vragen elke dag naar je. Vooral Philip Emanuel mist je heel erg. Om over mij nog maar te zwijgen. Hoe moet dat nou verder, Bastiaan? Je zit nu al 3 weken in het gevangen. Hoe lang moet het nog duren? Dit duurt niet lang meer, Barbara. Dat weet ik zeker. De graaf zal nu wel begrepen hebben dat ik niet zal buigen. Houd goede moed, Barbara. Spoedig verhuizen wij naar Keuten. Ik hoop het, Bastiaan. Ik hoop het. Heer secretaris. Hoogheid. Wilt u de volgende missieve voor mij opnemen? Zeker, hoogheid. Hiermede verklaar ik dat de tot heden aangestelde concertmeester en organist Bach, welke door zijn halsstarrige houding ten aanzien van zijn onrechtmatige ontslagaanvragen op 6 november werd gearresteerd, op 2 december aanstaande kan worden vrijgelaten. Per genoemde datum is hij oneervol ontslagen. Wat een verrukkelijke muziek is dit, Leopold. Ja, we hebben met onze vriend Sebastian een genie aangetrokken, Elisabeth. En nu ik hem zo dagelijks meemaak, kan ik me wel een beetje voorstellen dat onze neef Wilhelm een koetkekoet aan zijn hof verbonden heeft willen houden. De manier waarop hij dit trachtte te bewerkstelligen ging mijns inziens overigens wel alle perken te buiten. Ja, ja, dat was ongehoord. En ik heb dan ook getracht de familie Bach hiervoor zoveel mogelijk schadeloos te stellen. Ze hebben een ruim onderkomen in de linkervleugel en Bach heeft het hier heel duidelijk naar zijn zin. Hoeveel kinderen hebben ze? 4 kinderen, naar ik meen. In elk geval 1 meisje en nog een paar jongens. Luister toch eens wat het speelt, zijn muziek. Ja, weergaloos. Weergaloos. Gaan we slapen, Bastiaan? Reken maar dat de kinderen morgen vroeg wakker zijn. Een ogenblikje. Alleen de titel nog. Dan heb ik morgen voor de jarige Friedeman een mooi en leerzaam cadeau. 10 jaar wordt onze oudste alweer. Waar blijft de tijd? Wat schrijf je erboven? Klavierboekje voor Wilhelm Friedeman. Oh, dat zal hij heerlijk vinden. Je hebt het toch niet ingewikkeld voor hem gemaakt, hè? Nou, het is de vraag of je voor Friedeman wel ingewikkeld genoeg kunt schrijven. Hij is uitzonderlijk begaafd. Hij is veel verder dan ik was op zijn leeftijd. Ah, toen jij 10 was, stierf je beide ouders. Dat is wel enig verschil. Hè? En vlak Philip Emanuel ook niet uit. 6 jaar, 3 turven hoog. Maar hij speelt op het eerste gezicht al behoorlijk ingewikkelde oefenstukjes. Fijn hebben we het hier, hè, Bastiaan? Oh, we hebben het hier uitzonderlijk goed. Een vorstelijk inkomen, 4 gezonde, begaafde kinderen en een onvoorstelbare werksfeer. Stel je toch eens voor, Barbara. Ik heb een heel kamerorkest tot mijn beschikking. Het Collegium Musicum. En het bestaat uit louter solisten. Eerste klas vakmuzici. En daarnaast ook nog een werkgever die jou bewondert en met wie je als een vriend omgaat. En dan bovenal nog de mooiste en liefste vrouw om mij heen, die een man zich maar kan wensen. Ik voel me zo blij, Barbara. Zo blij dat ik mijn geluk haast niet op kan. Kom mee, mijn schat. We gaan slapen. Het is morgen vroeg dag. Thank you.
Een heerlijk werk, Sebastiaan, een heerlijk werk. En ik moet zeggen, ook voortreffelijk gespeeld door Jozef Vies. Jozef, voortreffelijk, ik kan niet anders zeggen. Dank u, heer Bach. Maar ook het orkest was uitstekend. Een prachtig ensemble heeft u tot uw beschikking, heer Leopold. Hebben wij tot onze beschikking, Sebastiaan? Hebben wij tot onze beschikking? Nou, het zijn allemaal solisten. Spies heeft de solopartij nu gespeeld, maar ik denk dat Friedrich Marcus niet voor hem ondergedaan zou hebben. Ik meende ook enige teleurstelling bij Friedrich te bespeuren toen jij Jozef als solist aanwees. Ja, dat is bij zulke voortreffelijke violisten altijd een probleem. Je zou een concert voor twee violen moeten schrijven. Dan is dat probleem opgelost. Nou, dat is een idee, heer Leopold. Dat lijkt mij een uitstekend idee. Overigens, Sebastiaan, je moet je erop voorbereiden dat we volgende week weer naar Karlsbad vertrekken. Zo? Ja, ik moet daar nodig weer eens een maandje kuren. Maar ik neem van ons college Musicum wel een aantal muzici mee. Een maand? Dat vind ik toch wel erg lang, Sebastiaan. Ik eerlijk gezegd ook wel. Maar ja, ik heb weinig keus. Ik kan moeilijk weigeren met als argument dat mijn vrouw mij te veel zou missen. Nee, en dat argument zou ik ook maar niet naar voren brengen. Maar wat heeft onze Leopold toch al door in Karlsbad te zoeken? Daar bleef ik buiten, Barbara. Ik heb wel eens de indruk dat hoge heren veelal aan een denkbeeldige ziekte lijden, waardoor zij van tijd tot tijd hoognodig naar een kuuroord moeten. Maar het loopt meestal uit op een vrolijk samen zijn met vorsten en vrienden onder elkaar. Ga jij daar ook kuren? Ik? Ik kijk wel uit. Ik ben zo gezond als een paard. Nee, ik ga alleen mee voor de muziek. Ik trouwens niet alleen. 6 leden van het Collegium Musicum gaan ook mee. Dan zal er wel dagelijks muziek gemaakt worden in Karlsbad. Ja, daar kun je zeker van zijn. En je moet maar zo denken, Barbara. Zo'n afscheid voor een maand doet even wat pijn, maar het weerzien wordt er des te zoeter door. Daar zal ik me dan maar aan vastklampen, Bastiaan. Hoe lang is het nu nog rijden, koetsier? Ik verwacht om 6 uur in Keuten terug te zijn, edele heer. Mooi zo. Het was een heerlijke reis, Sebastiaan. Met voor mij als absoluut hoogtepunt jouw concert voor 2 violen. Je bent een genie, Johan Sebastiaan. Je bent een genie. Ach, het is een wisselwerking, heer Leopold. Als je weet dat wat je componeert door excellente muzici zal worden vervolgd, dan ben je des te meer gemotiveerd en gestimuleerd. Ja, ja. Wees maar bescheiden, Sebastiaan. Wees vooral maar bescheiden. Maar hoe dan ook, het was een geweldige reis. Weet u wat ik het heerlijkste vind van zo'n reis? Nou? De thuiskomst. Weer terug te komen bij vrouw en kinderen. Nou, troost je, Sebastiaan. Over enkele uren is het zover. Ja, we zijn er. Ga uw gang, edele heren. Kijk toch eens. Mama komt mij tegemoet. Ze kijkt nogal ernstig.
Dag, Leopold. Dag, lieve mama. Wat kijk je bedrukt? Is er iets aan de hand? Kan ik je even alleen spreken? Oh, natuurlijk. Een ogenblikje, Sebastian. Zeker, heer. Leopold, jij moet het hem zeggen. Ik kan het niet. Wat is er gebeurd, mama? Oh, het is ontzettend. Vorige week werd de vrouw van Sebastian plotseling ziek. Is er iets met Barbara? Ja. Aanvankelijk leek het niet zo erg, maar ze heeft het niet gehaald. Is ze? Ja. Ze is overleden. We konden jullie onmogelijk berichten. Jij moet het hem zeggen. Ik kan het niet. Waar ligt ze opgebaard? Ze ligt niet opgebaard. Ze is al begraven. Ontzettend. Ik zal het hem zeggen. Sebastian, mijn grote vriend, ik moet je iets ontzettends vertellen. U hebt geluisterd naar een hoorspel over Johann Sebastian Bach. Hierin hoorde u de stemmen van Koen Pronk, Corrie van der Linden, Jan Borkes, Hans Hoekman, Bep Westerduin, Kees van Ooyen en Jan-Willem ten Broeke. De rol van Bach werd vertolkt door Frans Vaassen. Technische realisatie Teun Lammes en Hans Boersma. De regie had Friso.